Hallo sappige leerlingetjes van Justus Perkamentus, welkom bij Nintendo Nieuws. Een nieuwe serie op ons kanaal waarbij wij updates over verschillende Nintendo games geven. In deze eerste aflevering behandelen we de opkomende spellen uit een van de meest bekende franchises van Nintendo, namelijk Pokémon. In de zomer van 2016 zullen de gloednieuwe games Pokémon Sun en Pokémon Moon zijn aantreden maken. Deze twee games zijn vrijdag 26 februari aangekondigd in een wereldwijde Pokémon Direct. In de Pokémon Direct lieten ze duidelijk zien dat het om een nieuwe generatie gaat. Dat deden ze door middel van het laten zien van stukjes uit de voorgaande generaties. Pokémon Red en Green, Gold en Silver, Ruby en Sapphire, Diamond en Pearl, Black en White en X en Y. Veel informatie hebben ze niet vrijgegeven, maar een paar sneak peeks van de nieuwe Pokémon centra, auto's, area's en een schim van de nieuwe vogelachtige Pokémon. Het enige concrete wat we hebben zijn de twee logo's, de rest is speculatie. Ik heb natuurlijk wel een aantal speculaties voor jullie om over te discussiëren. Laten we eerst de logo's eens bestuderen. De Engelse versie van de logo's, deze worden ook in Nederland gebruikt, zijn mooi, maar zijn niet zo interessant. De Japanse versie daarentegen is echter wat interessanter. Als je goed kijkt zie je een klein Sims diamantje in de logo staan. Je zult je misschien afvragen wat er zo speciaal aan is. Nou, ik weet niet of jullie de logo's van Pokémon X en Y nog kunnen herinneren. Daar hebben ze subtiel het DNA-teken wat staat voor Mega Evolutie in verwerkt. Deze trend is een jaar later ook doorgezet bij Omega Ruby en Alpha Sapphire door middel van het verwerken van de Primal Stones in de logo's. Dus de kans dat de diamantjes iets betekenen is groot, al is het speculeren wat. Dan gaan we door naar een volgend discussiepuntje. In welke regio speelt het nieuwe spel zich af? Naar mijn mening zijn er nog een aantal vragen te beantwoorden over Kalos. Dus ik hoop dat we daar nog niet helemaal klaar mee zijn. Want wat is namelijk de background story van AZ? Wat is het verhaal achter de verschillende vormen van Zygarde? Waarom is er een onbruikbaar station in Cordway Town? Dus zou het verhaal zich daar kunnen afspelen? Ja, in welke tijd? Het is gewoon, ik denk dat Kalos nog niet helemaal klaar is. En ik denk dat ze daar nog wel terug gaan komen. Wat natuurlijk ook een mogelijkheid is, is dat er een compleet nieuwe regio komt. Als het een zevende generatie wordt, zou het normaal zijn als er een nieuwe regio gaat komen. Want ja, bij een nieuwe generatie vind ik dat wel een nieuwe regio hoort. Ook al vind ik dan dat we te weinig hebben gezien van Kalos. En had ik eigenlijk ook echt een Pokémon Z verwacht die er niet gaat komen. Wat we aan deze screenshot kunnen zien is dat er een plaats zal zijn met fonteinen en palmbomen op de achtergrond. Het gerucht gaat dan ook dat de nieuwe regio op Hawaii gebaseerd zal zijn. Net als dat Kalos op Frankrijk gebaseerd is. Als laatste mogelijkheid heb ik iets erg onwaarschijnlijks. En dat is eigenlijk, omdat je in de trailer hebt kunnen zien dat de voorgaande generaties werden opgezond, is er misschien een mogelijkheid dat je meerdere regio's zou kunnen gaan bezoeken. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Als laatste wil ik nog even met jullie speculeren over de nieuwe Pokémon die er zullen komen. Begin februari werd er de eerste generatie 7 Pokémon al vrijgegeven. Het gaat hier om de Pokémon Magearna. Deze Pokémon werd vrijgegeven omdat het zal meedoen in de nieuwe Pokémon film Volcanion en de Ingenious Magearna. Het lijkt op een machine. De types van deze Pokémon zijn nog niet vrijgegeven. Verder is er in het Pokémon Direct ook nog een Pokémon laten zien. Namelijk een Pokémon dat een beetje lijkt op een vogel. Dat is het enige wat we hebben kunnen zien. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken van de eerste Nintendo nieuws. Ik zou graag van jullie willen weten wat de diamantjes op de logo's kunnen betekenen. In welke regio jullie denken dat het zal plaatsvinden. En welke Pokémon jullie graag zouden willen zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Adios, amigos.